Goedenavond Jeffrey. Hey. Het is nog net middag eigenlijk. Ja, net. Nog 2 minuten. Hey, maar het is een totaal surrealistisch gebeuren natuurlijk. Vies net de Lange Delft in. 0 mensen in de Lange Delft nu. We hoeven het allemaal niet meer uit te leggen. Nee, het is ook geen weer. En de coronacrisis helpt er natuurlijk ook niet echt aan mee. Dus buitengewoon jullie gaan morgen gewoon heropenen. Dat was al lang gepland. Was al gepland op de 21ste. Ja, en 11 uur 's ochtends gaan we heropenen. En ja, ik zou zeggen kom allemaal, maar gepaste afstand. Minimaal 1,5 meter en niet te veel mensen tegelijk binnen. Het kan natuurlijk zijn dat de solo die jij opent, het is een hele grote zaak. Misschien neem je me zo nog een klein stukje mee even erin. Ja, ik loop vanzelf een beetje mee. Ook al zijn jullie nog druk bezig, maar zet je dan ook nog iemand bij de deur om te doseren voor het geval het wel druk wordt? We gaan het even aankijken, maar als het echt te druk wordt, dan gaan we inderdaad mensen bij de deur zitten om het te doseren. Ja, Dat wel. We gaan ook verplichten dat mensen komende weken even alleen met PIN betalen. Okay. Dus geen contant geld. En verder komen de lijnen bij de kassa te staan dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt. Ja, dus goed, we verwachten geen topdrukte. Het was vandaag echt heel erg rustig in de stad. Dus misschien morgen weer wat drukker, maar afijn. Het ligt een beetje aan het weer ook en of de mensen zin in hebben om buiten te komen. Ik snap ze volledig als ze zeggen van blijf lekker binnen. Ja. Maar wij hadden die opening gepland en we gaan gewoon door. En zolang de overheid aangeeft dat wij open mogen blijven, blijven eigenlijk gewoon open. Ja, en dat doen eigenlijk heel veel winkeliers in de stad. Ja, er is wel discussie over, maar dat zijn gewoon ook keuzes. Ik hoor genoeg mensen die zeggen van ja, we gaan dicht, 90% omzetverlies. Ja, snap ik, maar 10% is altijd nog meer dan... Dan helemaal niks. En de huur daalt ook niet meer 90% als je dicht gaat. Maar goed, laten we het even hebben over de nieuwe zaak. Het is voorheen de Blokker, dan weet iedereen waar het is. Ik zeg ook altijd graag... Voorheen het City Theater. Voor het oude bioscoop. Ja, dat zat hier dus. Jullie kregen net pizza bezorgd. Dus ik heb heel snel even op het dak kunnen kijken. Dan word ik gelijk altijd helemaal wild. Want dat zijn toch de plekken waar je niet vaak komt. Ja, er zijn nog wel wat oude details van zichtbaar. Ja, dat was echt een begrip die bioscoop. Maar nu is het dus jullie winkel geworden. En die is hoeveel keer groter dan de vorige? 5 keer. Dat is echt veel groter. Ja. Dus hebben jullie ook een heel ander assortiment? Of? We hebben, ik denk, ongeveer 60% meer dan in de andere winkels. Zo, dat is echt veel. En vooral de feestafdeling is heel erg uitgebreid. Daar zit ongeveer, niet overdreven, denk 75% meer in. Zo. Veel beter gepresenteerd, veel duidelijker gepresenteerd. Alles is eigenlijk wel wat duidelijker gepresenteerd. Want daar ging het echt allemaal op een hoopje. 1 haakje, 1 artikeltje. Als je... Zo kijk, het is een enorme diepte. Hoeveel, weet je hoe diep het pand is? Hoeveel meter? Nee, aan mijn hoofd gezegd. Maar dit is toch zeker 100, ja, dat zijn 100 meter? 150? Ja, ik denk het wel. Het is om en nabij de 700 vierkante meter winkel. Zullen we een klein stukje lopen? Wat, 600, 700. We hoeven natuurlijk niet alles te bekijken, want dat kunnen de mensen ook zelf doen. Ze kunnen het morgen allemaal zelf komen kijken. Viel mij net wel op. Het is net als bij sommige winkels, het is een soort pad wat je moet volgen. Ja. Zijn er ontsnaproutes? Er zijn geen escape routes. Nee. Misschien komen die in de toekomst er nog in, maar voorlopig hebben we ervoor gekozen om, omdat die nieuw is, dat de mensen ook de hele winkel gelijk kunnen zien. Ja. Deze meters zijn allemaal uitgebreid. Glow in the dark sex, kijk. Ja, fetish meter. De perfecte bij dat. De fetish meter. De fetish meter. Er zijn wat extra spaarpotten bijgekomen. Vorig in de oude winkel had ik waaier zwart-wit en de nachtwacht. Nou ja, en nu hebben we er... Ja, 10 soorten. Ja. Dus... Hetzelfde met dromenvangst had ik 2 soorten, hebben we nu 2 meters van. Dat zijn eigenlijk allemaal... Het gaat nu allemaal een beetje per meter. Ja, het is meer per groep, per meter. Het is gewoon wat uitgebreider. Ook sieraden die we voorheen nog niet hadden. Heel veel hobbyartikelen die we voorheen nog niet hadden. Puur omdat we daar gewoon niet de plek voor hadden in die andere winkel. En dan kijk je gewoon landelijk, wat zijn de best verkopende artikelen. En die hadden wij daar altijd. En nu hebben we gewoon het complete assortiment van ons eigen. Ja. Dus dat is gewoon een enorme uitbreiding op alles. Hey, en nu de zaak groter is, betekent het ook dat je meer personeel hebt aan moeten nemen? Ja. Dat is natuurlijk met deze crisis even wat lastiger. Ja. Maar in principe heb ik nu 2 keer zoveel personeel ongeveer.
dan dat ik voorheen. Het zijn nou 10 mensen, daarvoor deden we het eigenlijk altijd met 3 mensen. Maar jij bent toch eigenlijk een soort altijd? Want, ik kan niet vaak naar binnen kijken of ik zie jou toch weer bezig. Ik heb gewoon een contract van 40 uur, dus ja, dan zie je mij het meest. Maar nu wel wat meer, want ik zag je net sta je en bij te vullen. Je staat te telefoneren tegelijkertijd, de pizza's worden bezorgd en... Ja, het is niet eens mijn pizza. Je hebt zelf een pizza. Ja. Nee, geen tijd voor, sorry. En Jeffrey, er is ook nog de oude winkel, want mensen vragen natuurlijk altijd, fijn dat er weer een nieuwe bestemming is voor een winkel die vertrekt, maar jullie vertrekken nog niet meteen uit het oude pand, toch? Nee, maar het zou in principe, hadden wij de bedoeling gehad dat als deze winkel open zou gaan, dat we die winkel gaan verbouwen en dat we daarna die winkel open zouden zetten. Alleen met de coronacrisis moeten we even aankijken hoe lang het gaat duren. Dus dat staat even op een laag pitje. Maar ja, de bedoeling is nog steeds voor het seizoen die winkel weer open te hebben met seizoensartikelen. En het is wel zo, dat pand staat nog steeds te huur. Het staat nog steeds te huur. Dus als er een andere gegadigde komt, dan vertrekken jullie daar sowieso voor. Dan vertrekken we daar wel. Maar goed, we hebben nog 2,5 jaar huurcontract erop. En ja, we verwachten eigenlijk niet dat dat verhuurd wordt. Nee. Want het is best een fors bedrag wat je daarvoor betaalt. En ja. Ja, nee, we verwachten het niet. Maar ja, is het wel zo, is mooi meegenomen, is niet zo, dan blijven wij lekker daar thema's erin gooien. Ja. We hebben al plannen om daar eerst een heel zomerthema in te doen. Met souvenirs, zomerkasten, zomerhandel. En als de zomer op zijn einde loopt, gaan we daar een hele Halloween-winkel van maken. Ja, precies. Dat is de planning. Dat is ook wel. Ja. Het kan allemaal anders lopen. Ja, dat kan ook zo. Kijk, morgen ga je dus om 11 uur feestelijk open hier. Ja. En voor zover het feestelijk kan zijn natuurlijk, maar wel ballonnetjes buiten, dat soort dingen. Ballonnetjes buiten, rode lopertje of oranje loper, want oranje is ons... Nou ja, dat kan zomaar zijn ook dat jullie volgende week alsnog dicht moeten, net als de rest. Dat ja, we kan. Hebben in ieder geval de opening gehad. Precies, hè. De normale openingstijden houden, behalve de koopavond gaat er even af, ook door de coronacrisis. Ja. Maar verder is eigenlijk weinig wat mensen moeten weten, ze moeten het gewoon komen zien. Hoeveel winkels zijn er eigenlijk? Mijn hoofd gezegd, 23. Oh, dat valt me nog mee. Ja, 24. Hè. Ook sokken in alle maten, of niet? Alle volwassene maten. Ja. Ook in Duits, zie je? Mogen jullie niet aan de pizza? Iedereen zit te eten, behalve jullie. Nee, wij gaan zo. Ah, kijk, fair enough. De middagploeg. Maar je bent nog wel tot vanavond een uurtje of 9 of 10. Ja, ik denk dat ik nog wel tot 9 uur me kan vermaken hier zo. Ja, nou, laatste, dan wens ik je heel veel succes. Ik dank je voor je tijd en de sneak. En heel veel succes in de nieuwe zaak.